Wat een teleurstellende avond. Weer, zou ik bijna zeggen. Ja, ja, je zegt het. Weer een teleurstellende avond. Ja, kijk, we voetballen van achteruit en we creëren kansen. Maar ja, dan moeten we ook genadeloos zijn en ze afmaken. En niet op deze manier een doelpunt tegenkrijgen. Want iedereen had het gevoel dat we gewoon, zeg maar, net als in voorgaande wedstrijden weer... Ja, de betere waren. En alleen die wetten gelden niet. Eigenlijk twee momenten waarop je een wedstrijd weggeeft. Ik denk op de goal na speel je eigenlijk een goede eerste helft. Waar je twee kansen creëert, moet je er eigenlijk even maken. En de rode kaart natuurlijk, waardoor je heel makkelijk hun eigenlijk de wedstrijd geeft. Ja, die rode kaart was ook totaal onnodig. Misschien wel een beetje typerend voor hoe jullie er op dit moment op staan. Ja, zo blijven we inderdaad doorgaan en we moeten daar gewoon uit. En wat ik al zei, dan maar met het mes tussen tanden en niet altijd met het allermooiste en het allerbeste voetbal, maar wel als iedereen met elkaar en gewoon keihard knokken. Is het dan frustratie, waardoor je niet meer uiteindelijk in de wedstrijd komt? Ja, maar hoe bedoel je, naar die rode kaart? Nou ja, in de tweede helft hebben we weinig gezien. Ja, maar als je met 10 man staat en zijn een goede ploeg. Ik weet niet hoe jij denkt, maar als die mensen eenmaal mee hebben en ze hoeven niet meer, ze staan al 1-0 voor. Ja, dan moet je gaan pressen en dan kom je uit elkaar te spelen en dan wordt het moeilijk. Ja. Ging het in de eerste helft wel goed genoeg? Ja, goed genoeg niet. Je staat 1-0 achter, maar ik vond ons de eerste half uur echt heel goed spelen. En, je creëert een paar goede kansen. Je moet jezelf ook een keer belonen, weet je wel. Je moet die goal maken, dan sta je een keer 0-1 voor en dan moeten hun komen. En, nou, dat gebeurt dan niet, dus dan heb je eigenlijk al heel veel energie erin gestopt en dan heb je geen goal. Ja, dan één moment sta je niet goed als team en dan 1-0 achter. Dus is dat eerste half uur waar je je dan aan gaat vasthouden voor de komende tijd weer? Nou, kijk, ik kan moeilijk zeggen dat we vanavond heel slecht gevoetbald hebben. Alleen we hebben met twee momenten heb je een wedstrijd verloren en daar moet je van leren. En, zijn die momenten wel typerend voor de ploeg, nu op dit moment? Nou, het komt wel vaker voor inderdaad dat wij situaties weggeven wat niet gehoeven had. En dat is zonde. De trainer hamert de laatste weken na die competitiewedstrijden vaker van ja, het moet dat jullie zelf komen. Een soort van gif, hè, wat erin moet. Zit het er wel in, dat gif? Voetballend snappen we allemaal, maar het mes tussen de tanden, om het maar even plat uit te drukken. Nou, je zou zeggen dan in de tweede helft komen we met 10 man en we staan 1-0 achter. En als je hier met 1-1 dan nog weg weet te gaan, denk ik dat dat een resultaat is. En dan moet je inderdaad met mes tussen tanden spelen en niet zo makkelijk mensen laten doorlopen waardoor er goals komen. En ja, dat mis ik op dit moment wel een beetje.